We gaan weer op weg. Weer een dag om de beste versie van jezelf te worden. Als je meegaat, dan kan je net aan het doen. Als je kijkt naar je leven en dat cijfer geeft, dan gaat het erom hoe kijk je. Kijk je naar kansen of kijk je naar moeilijkheden? Ik ben zelf dyslectisch. Is dat een probleem of is dat een grote kans? Want weet je dat dyslectische mensen een grotere fantasie hebben, nieuwsgieriger zijn dan andere mensen en gevoeliger van aard zijn, beter kunnen voelen? En de leukste is nog dat als je naar de miljonairs kijkt, het onderzoek, zijn dyslectische mensen vaker miljonair. 4 keer vaker. Ik zou zeggen, fantastisch. Kom maar op met al dat geld. De meeste mensen geloven dat hun geschiedenis hun toekomst is. Dat als je altijd een 6 hebt gegeven voor je leven, dat je ook altijd een leven zal leiden dat een 6 waard is. Maar dat is niet waard. Dat weet jij, dat weet ik. Jij bepaalt vandaag hoe de rest van jouw leven zal worden. De beslissingen die je neemt zijn bepalend. Dus welke beslissing neem je? Kies je voor een 9 plus, een 10, een 12, of kies je dat je genoegen neemt met een 6 of een 5,5, een 7. Het gevaarlijkste voor een geweldig leven is een oké leven. Ik heb een cursus ontwikkeld die jou helpt om zelf alles uit je leven te halen. Uit jezelf, uit je innerlijke kracht, want ik geloof dat het in jou zit. Dus wil jij meer gaan doen? Wil jij werk maken van je eigen geluk? Doe dan mee. Klik op de link bij deze video. Dan vertel ik je veel meer over wat deze cursus inhoudt, hoe het jou kan helpen.